Weet je winnaars hebben, ben ik altijd verliezers. En dat geldt dit keer zeker voor het Simon Vestdijk. Ik heb wel eens leukere berichten gelezen. Natuurlijk is het altijd heel naar om te lezen van een organisatie waar heel veel mensen heel hard werken en hun best doen om de leerlingen het zo goed mogelijk te laten maken. Dat je dan leest dat er dan op cijfers niet zo mooie cijfers uitkomen. Ze zijn het net eens met de minnescore. Het beeld vertekent bot doordat het squallen in Frensje maar liets is. Bij het Simon Vestdijk zorgen ze daarom liever naar orencijfers. Begelijk zit ontel bij en dat slagert. Dat lijkt haast op 100%. De resultaten zijn goed, maar hier en daar kun je natuurlijk hebben door die kleine aantallen dat je met één of twee leerlingen het hele beeld scheef trekt. Wij kijken voornamelijk naar de cijfers van inspectie. En inspectie geeft de gemiddelde over 3 jaar. En dan krijg je ook een veel rustiger beeld.